Jan van Grinsven, 47 jaar plus 330 dagen. Hij is niet alleen assistent coach vanavond, maar ook invaller doelman. Mocht er nood aan de mand komen. Het is het duel tussen FC Den Bosch en Volendam. Er staat een vierde periodetitel op het spel. Het eerste schot van Volendamse zijde komt van Hofstede. En mocht Volendam gelijk spelen of winnen, dan heeft het de vierde periode te pakken. Het is voor Den Bosch natuurlijk sowieso belangrijk voor de stand op de normale ranglijst. Den Bosch staat vijfde, heeft 41 punten, evenveel als Volendam, dat vierde staat. Hier gaat Van Zanen en dat is de tweede Volendamse kans. Hij linkerspits in de ploeg van Stanley Menzo. En de beginfase voor zo'n 4000 toeschouwers is voor de Volendammers. De volgende kans, nu weer gemist door Tuip. Dat is de topscorer bij de Volendammers. Die heeft er 15 achter zijn naam staan. En hier voor het eerst serieus in de aanval de thuisploeg. Via zijn aanvoerder, via Beekmans. Hij is niet geraakt door de Volendam doelman, door Verhoeven. Het levert Beekmans geel op. Jansen heeft dan een seintje gekregen van zijn vierde official dat er ook op de bank iets gebeurd zou zijn. Natuurlijk niet op die bij Menzo, maar wel op de bank naast Theo Bos. En uitgerekend de man voor noodgevallen, Jan van Grinsven, die gaat eraf. Onmacht, verbijstering, maar hij is weg. Maar Den Bosch wordt sterker via Wauw en Van der Biesen. En het staat 1-0. In de 31ste minuut komt FC Den Bosch op voorsprong. Den Bosch dat er tot nu toe in 11 wedstrijden thuis slechts 2 verloor. Alleen ADO en afgelopen zondag Helmond Sport bleken sterker. Met andere woorden, er zal ernstig rekening moeten worden gehouden met Den Bosch als je op bezoek komt in de Vliert. Volendam, een beste kans voor Hofstede. En de doelman van FC Den Bosch is Zahari. En die stopt die bal. De volgende Volendamse mogelijkheid in de maak. Van Zanen. En dit keer vliegt de bal hoog over. En zo blijft Volendam grossieren in het missen van kansen. De ruststand 1-0. Dit het begin van de tweede helft. Hier gaat Tuip. Geen buitenspel. Om de doelman heen. En nu zit hij er wel in. En staat Volendam naast FC Den Bosch. Van Zanen is meegelopen voor de zekerheid. Die gaat nu richting zijn topscorer om hem te feliciteren met de treffer. Maar het is wel degelijk Jack Tuip die bal in het lege FC Den Bosch doel schuift. Een prima goal. En met deze stand 1-1 is de vierde periodetitel voor Volendam. Van den Berg, een van de twee centrale verdedigers bij FC Den Bosch. Het lijkt op een overtreding. Hier gaat De Wit. En daar is de Bosse doelman. Die overigens de mensen die ontbreken en de eerste keeper Maanpa en de tweede keeper Coutinho prima vervangt. Een overtreding op Christoph. De dader, de linksback Kwasten. Achter de bal Ten Heuvel, Verhoeven. In de korte hoek. FC Den Bosch nog wel gevaarlijk naar rust, maar veel minder gevaarlijk dan in de eerste helft. Ten Heuvel, we zitten inmiddels in de slotminuut van deze wedstrijd. Abora, een invaller. Abora, over. En zo langzamerhand naderen we het einde van deze wedstrijd. Kwasten, die de bal verkeerd inspeelt. Maguire. En opeens veel mensen van FC Den Bosch mee, onder wie deze rechtervleugelverdediger, Pinto. Daar is Verhoeven, eerder bij de bal dan Van der Biesen. Een echte kans is het niet, de keeper van Volendam is een goeie. Oogt misschien wat stevig, maar is absoluut op zijn taak berekend. Opnieuw Verhoeven. Nu inmiddels in de slotfase van de wedstrijd. Sterker nog, het is gebeurd. Volendam speelt gelijk in de Vliet tegen FC Den Bosch met 1-1. En daarmee, kijk naar het duimpje van Stanley Menzo, haalt zijn ploeg de vierde periodetitel binnen.